Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Madaballs Rakusho version tegen Madabee version. Progressie, wat is dat? Dat is een Aziatisch eten bestaande uit deeg, kippenbouillon. Kippenbouillon, oké. En veel groenten. Oké, duidelijk. Het mooiste vind ik ook nog, en dit is even puur voor recording, dit is niet echt geinig, maar ik vind het op zich geinig dat Nando langzaam zeker jouw ding aan het overnemen is met geen 1, 2, 3, gewoon beginnen. Ja, precies, ja. Want, ja. Kijk, ik snijd eruit, volgens mij als je ooit PRD hebt gekeken, zijn er waarschijnlijk wel een paar parts geweest waar je 3, 2, 1 hoorde. Oh, oké. Okay. Maar die 3, 2, 1 kan ik gewoon aflezen van de audio wavelength. Ah, dus okay. Ik heb nooit moeite om dingen te zoeken van wanneer begint de part, maar ik kan precies zien, oh ja, 3, 2, 1. Ja, oké. Ja. En dan merk je ook dat iedereen 3, 2, 1 op een andere manier zegt. Ja, 1 zegt 3, 2, 1, dat zou sowieso ik het doen, zeg maar. Alleen jij zou het inderdaad misschien veel sneller doen. Ook omdat jullie alles snel doen. Wauw, die pinguïn kan zelfs iemand anders healen, wat kut! Mm-hmm. Nou ja. Op zich geinig. Heb je enig idee hoe ik jou altijd keek als jij met Sander record? Nee. Plus 2 snelheid op YouTube. Echt? Ja, dat gaat voor mij gewoon op sommige punten te traag. En met keer 2 kan ik alsnog gewoon verstaan wat jullie zeggen. Oké. Nee, ik ben niet ongeduldig, maar met sommige dingen zit ik zo van, ja oké, wacht even, plus 2. Maar wat gaat dan niet snel genoeg? Daar ben ik wel benieuwd naar, want ik kan me eigenlijk niks voorstellen. Nou, dat merk ik nu wel als ik met jou praat. Jij komt een beetje in een tempo waar ik nu in mee praat, hè? Mm-hmm. Sander spreekt over het algemeen wat trager. Ja, dat klopt. Dat is waar. En dan merk ik ook dat jij wat langzamer gaat praten om in het tempo van Sander te komen. Is helemaal goed, is helemaal prima. Maar dan zeg ik zo van, oké, keer 2. Omdat er dan gewoon... hoe Sander dan zou praten, zal het volgende zijn... Ja, dat is echt seeking. Mm-hmm. Het is een beetje overdreven nu, maar hij legt heel veel nadruk. Misschien kan het komen omdat hij leraar is of voor de klas heeft gestaan. Dat hij op die manier wat trager spreekt. Ja. Maar ja. Dat is de belangrijkste reden waarom ik niks van Sander kan kijken als het niet op plus 2 snelheid is. Ja, precies. Oké, dat is nieuw voor mij. Het is me nooit echt opgevallen, maar nu je het zegt, kan ik me wel iets bij voorstellen. Kijk, met mijn eigen series kan ik dat gewoon niet doen, omdat ik van mezelf al gewoon een beetje snel praat. Ik kan wel, als het vergadering is, praat ik wel heel erg traag. Met commentary praat ik over het algemeen heel erg snel, maar dat komt puur en alleen maar... Ik heb heel veel jaren in mijn eentje gedaan. Mm-hmm. Dus dan praat je over het algemeen al heel erg snel, omdat... Ja, alleen moet ik wel zeggen dat als ik dat jullie intro's zijn niet te verstaan, zeg maar, hoe snel dat gaat. Ver en af. Komt ook puur door Simon, eerlijk gezegd, want die worden steeds een snellere intro. Dan kan ik het gewoon echt niet verstaan, zelfs als ik erbij zit, zeg maar. Dan denk ik van, ja, ik weet wat er gezegd wordt, maar dat is omdat ik weet wat er gezegd wordt. Mm-hmm. Ja, true. Maar ja... Ik had laatst ook die podcast geluisterd van jou en Justin. Mm-hmm. En natuurlijk ook zo van, oh ja, shit. Het is alweer 12 jaar geleden dat ik ben begonnen. Ja. Yeah. Ja, ik vond zeker de nieuwste aflevering, zeg maar, daar hebben we ook al een beetje inderdaad dieper daarop ingegaan. Ik vond het echt leuk om op te nemen. Gewoon ook om een beetje herinneringen op te halen en zo. Ja. Maar dat is het ook voornamelijk. Zo, als je terugkijkt is altijd herinneringen ophalen. En daarom vind ik ook... Daarom record ik ook vaak de dingen zoals die Generations. Omdat het gewoon een tijdscapsule is. Ja. Maar ja, dat is ook wel de belangrijkste reden waarom ik die dingen ook nooit heel erg vaak doe. Hoe bedoel je? Nou, niet dat ik bij wijze van spreken... Oké, jongens, Generations is klaar. We beginnen weer met de volgende. Nee, oké. Nee, maar dan ben je ook wel even klaar na Generations, denk ik. Ja, ik probeer dus daarom ook altijd een goede anderhalf jaar tot 2 jaar tussen te hebben tussen die projecten.
Ja. Anders ben je er op zich ten eerste heel snel klaar mee. En ten tweede dan gaat ook een beetje het unieke ervan af. Ja. Want je hoeft mij niet te vragen van oké, naar deze, wat is dan volgende variatie? Ja, geen idee. Ja, precies. Maar dat kan je ook. Je hebt al in de gaten hoe lang het voor ons duurde, zeg maar, totdat we een beetje op de variatie zijn gekomen waar we nu op zijn gekomen. Hele vette variatie, maar ja, we moesten er wel lang over nadenken. En moet je nagaan dat ik dan gewoon een lijst alvast klaar had gemaakt, ja, van oké, hier heb je alle dingen waar je het kan kiezen. Als je dat nog zou moeten verzinnen, ja, ja, daar waren we ondertussen nog lang niet begonnen. Oké. Nou, kan maar we gaan er in ieder geval voor om de Generations af te maken. Oh, en dan duurt dit nu nog langer omdat er weer een game bij komt. Ja, klopt. En naast Generations ook altijd initiatie. Wat bedoel je? Mensen die ooit een Generation hebben afgemaakt, blijven ook bij het kanaal. Oké. Dat is uit ervaring natuurlijk. Maar ja, eerste Generations was met Niels en Justin. Nou ja. Die maakte niet af en die stopt er ook mee. Die hebben nog steeds de meest slechtste reden ooit gegeven om waarom ze zijn gestopt. Oké. Wat was de reden? Eentje was van ja, ik ben bang dat onze relatie naar de knoppen gaat, dus ik stop. Wat vaak. Ja, dat dus. En de andere zei van ja, ik kan toch niet meer winnen, ik stop ermee. Ja, maar dan kan je net zo goed niet beginnen. Ja, precies. Daar waren heel veel mensen plaatsen die reactie ook. Dus ja, nou ja. Dan kan je net zo goed inderdaad niet beginnen, want het slaat natuurlijk nergens op. Nee, klopt. Even kijken, wat hadden we dan voor de rest? Dan hadden wij, nou ja, Bart heb je waarschijnlijk ooit al meegekregen, hè? Ja, bij naam. Alleen, ja, wat ik al zeg, ik heb niet heel veel van meegekregen, hoor, van wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal geüpload is en zo. Nee, oké. Ja, die had zijn leven genomen, dus die heeft op die manier kunnen maken. Dan had je Bram, nou ja, daar maken we altijd een grap van, hij is in de greppel beland. Oh ja, dat klopt, ja. Maar dat is puur de metaforische greppel, omdat hij letterlijk gewoon al het contact gewoon na verloop van tijd verbrak. Ja. En als ik zou zeggen dat ik nog steeds wacht op footage van hem, dan zou je liegen. Dat ik inderdaad, nou ja, ik wacht nog steeds op footage van hem. Ja. Hij heeft letterlijk heel Gen 5 of Gen 4 of Gen 5 ooit opgenomen, maar nooit opgestuurd. Oké. Mooi. Wat heb je er toen mee gedaan? Gewoon maar de template omgezet van 3 personen naar 2 personen. Oh ja, tuurlijk. Nou ja, toen alleen met Harm, nou ja, dat is het makkelijkst op zich. Toen met Nando. Nando heeft ook overleefd en die heeft ook de allerergste initiatie overleefd. Wat wij Dokopon noemen. Ja. Nou, en nu ben jij aan de beurt. Jee. En kijk of dat meevalt. Ik hoop het. Ik doe mijn best. Want dat, kijk, het maakt geen klote uit of je YouTube-ervaring hebt, ja of nee. Uiteindelijk zorgt het gewoon voor dat het is gewoon geluk hebben. En er moeten geen rare dingen gebeuren met die serie. Ja, precies. Ik hoop gewoon dat ik uit het bosje kom met een abra uiteindelijk. Dan ben ik al tevreden. Ja, klopt. Ik heb meer dan een aflevering volgens mij verspeeld aan het vangen van een abra. Ja. Ik vind het totaal niet erg. Maar nee. Het kost wat tijd. En veel later ben ik de sjaak hoor. Oké. Maar dan mag ik het zelf doen met hetzelfde bosje. Ja? Het is wat later, maar mag ik ook in de bosjes gaan zoeken naar een abra. Oké. Oh, ja. Maar dan heb je misschien wel betere balls. Of misschien Pokémon met Mean Look of zo. Of Area Trap of zoiets. Betwijfel het. Ik denk dat het nog steeds aan het einde van de rit gewoon poek. Hop, er is. Of misschien bestaat tegen die tijd Critical Captures. Ja, waarschijnlijk. Want welke gen was eigenlijk Critical Captures? Gen 6.
Ja, oké, maar dan bestaat het al in die tijd, ja. Oké, okay, even puur voor mijn idee, maar je hebt dus al die random girl verslagen met die zeemermin? Nee, ik heb helemaal geen zeemermin gezien. Oh, maar die had waarschijnlijk dus de beer en de pingwing. Oh, die, ja, die, oh zo. Is dat een zeemermin, wat? Hè? Ja, bij mij is dat een zeemermin. Oh. Er zit dus een verschil in met... tussen die van jou en die van mij met sommige dingen, want ik heb ook nog, ja. Bijvoorbeeld, ik heb de Snake Medal en die heb jij niet. Nee. En ik moet nu ook elke keer resetten hoor, dus ik maak nu ook geen progress meer. Ja, want dus we beginnen met... aan het verliezen van random battles, dus het gaat niet echt goed. Ja, we beginnen dus met het leggen van de groentes in de pan. Wij doen daar de kipbouillon overheen. En laten dit sudderen voor de komende 2 uur. Precies. Ik denk dat ik ondertussen wel weet welke tinpad ik graag zou willen. Zo'n female tinpad, zodat ik dan ook gewoon kan healen. Ja, dat zou wel makkelijk zijn, ja. Oh, dat is ook weer nieuw. Je weet al heel vaak dat je kan missen op sommige dingen, hè? Ja. Als hij mikt op degene die is weg, dan draait hij niet van... Ja. Zo klote. Dat kwam, had ik net ook al, ja. Waarom is dat een ding? Omdat het kan. Oh ja, ik zou mijn bot aanpassen. Dan moet je dat ook doen. Gedaan. Gewon. Oh nee. Gedaan. Maar jij bent ook al in het water gevallen of niet? Nee, ik ben nog steeds in het water. Ik ben zo benieuwd wat er op jouw beeldscherm gebeurd is allemaal. Ja, we waren toch Metroid aan het spelen, hè? Dat was toch de game? Ja. Ja. Nee, ik heb net Kreet verslagen. Oké. Okay. Ik heb geen idee, want ik ken heel Metroid niet, maar dat waren we aan het spelen. Ja. De eerste 2 letters zijn hetzelfde. Ja. Welke Metroid vind je het leukst? Dat is op zich heel moeilijk nu, want Dread vind ik echt heel erg gaaf. Die recentelijk was uitgekomen. Ja. Maar ja, ik blijf een voorliefde hebben voor Fusion. Ik denk dat het een beetje Fusion Dread is. En idee wil ik echt wat meer van willen spelen, maar ja. Heel veel mensen zijn fan van Prime. Ja, Prime is ook 3D. Mm-hmm. En Prime ben ik ook heel fan van, maar ik wil iets meer 3D games van Prime spelen, voordat ik zeker weet welke ik leuker vind. Ja, precies. Ik heb daarentegen wel Prime gespeeld. En Prime is echt heel goed, maar Prime heeft 1 gigantisch probleem wat alle andere 3D dingen ook hebben. Aan het einde van de game moet jij Chozo relics gaan verzamelen. Die zijn verspreid over de hele planeet. Dat is wel vet, toch? Je moet de hele planeet gaan exploreren om ze te vinden, anders kan je niet verder met de game. Oké, ja, ik hou altijd wel een beetje van die gather dingen. Ja, ik heb op zich niks op tegen en sommige dingen kan je eerder krijgen. Maar niet zo van, ja, helemaal goed. Je hebt alles al verslagen, je hebt alles al gedaan, maar Final Boss lokken we nog heel even achter dit ding. Ik snap het wel, nee. Beetje hetzelfde idee als bijvoorbeeld de Triforce Charge in Wind Waker. Ja. Ze waren echt een fan van opeens in de GameCube era. Kun je? Waar ik iedere keer van baal als ik de dingen weer mis. Snap ik. Want ja, ik wil wel iedere keer mijn Mega Force chargen. Maar
Dat is soms ook gewoon zo'n zonde van de tijd. Dat klopt, alleen als je daarmee de bovenste hit, dan doe je al heel veel damage. Ja, dat is ook het probleem. Ik raak de bovenste daar niet mee. Ja, dat is waar. Die gaat meteen naar de onderste toe. En die kan zichzelf healen, dus ja. Nou, Milan, je hoeft niet te schamen dat je zondag niet kon, want Nando kon ook niet zondag. Ja, ik zag het. Oké, ik geef de fuck op. Ik zet alles nu op auto. En dan raakt hij wel. Super logisch, maar dan killt hij alsnog geen parts. Zeer spijtig. Maar zit jij dan bij een battle vast waar je langs moet of niet? Nee, ik zie niet. Ik maak wel progress. Het is niet dat ik nu echt vast zit bij sommige fights, maar ik zit met sommige dingen echt te kijken van ja jongens. Waar wil je dat ik nou naartoe ga? Ja, precies. Ja, dat. Ja, ik weet wel waar je naartoe moet, maar. Ik hoor jou allemaal dingen over medals zeggen dat ik niet ken ze. Dus ik weet ja, niet waar het fout staat. Sorry, ik heb TAS aangezet. Ik ben aan het speedrunnen. Ah, oké, okay, nice. TAS. Missile! Oké, gaan we weer save en dan gaan we weer door. Als er een save counter was aan het einde van de game, echt. Dan zouden we allebei heel veel saves hebben gedaan. Ja. Oké. Nou, even puur om te kijken van, kunnen we achterhalen waar ik zit? Had jij ook net een fight wat 2 tegen 3 was? In het huisje. Ja, nou, daar ben ik nu net, ja. Dus... Oké. Okay. Ik ben dus niet TAS aan het doen, zoals jullie waarschijnlijk al in de gaten hebben gehad. Had jij deze fight gewonnen of verloren? Gewonnen, in één keer. Ah, dat is knap. Ik heb letterlijk geen idee hoe ik dit voor elkaar kan spelen, maar we zullen zien. Nou, ik dacht van tevoren echt van, hoe ga ik dit ooit halen tegen 3? Alleen, het viel me best wel mee. Mm-hmm. Hij heeft wel hele mooie metabots. Dat klopt. Kijken of ik hem kan one-hitten met de metaforce. Ik zou het mooi vinden, maar... Betwijfel het. Ja, precies. Het is altijd leuk om te denken. Mm-hmm. Weet je wat ze hadden kunnen moeten maken? Dat ze niet meer over dingen heen kunnen springen als ze hun legs niet meer hebben. Ja. Maar dat je bijvoorbeeld... Ja, dus dat je niet kan springen als je geen legs hebt. Ja. Dat jij... als jouw armen kapot zijn, jij een of andere struggle-vaardigheid zou krijgen, waardoor jij... nog damage dat, kan doen. Ja, precies. Als jij het niet hebt en... Nou ja... Dat je misschien meer schade krijgt als een arm kapot is. En ik weet, je hebt wel die chain reacties momenteel. Ja. Maar ja, die triggeren ook niet altijd. Nope. Want het valt me ook op dat dingen zoals anti-air op landing ook niet altijd raken. Nee, dat klopt. Daar heb ik dus heel veel last van. Die Hewitt wil ik afslaan. Oké, nou verlies ik nog iets? Nee, mis. Het is allemaal mis, allemaal mis. Oké, dit gaat mooi, dit gaat goed. Alles mist. En ik zet alles niet meer op auto, want ik heb toch geen idee wat nu wijsheid is. Ja. Ja, voor mijn gevoel is soms gewoon het ding op auto laten staan net zo goed als dat je gaat moeilijk gaat doen. Ja. Maar ik zet hem op auto en ik haal meteen 2 dingen, gewoon 2 armen weg en bijna zijn hoofd in 1 keer weg.
Terwijl ik op auto sta. Dan zou ik gewoon voortaan op auto zitten. Ja, bijna wel, ja. Lijkt me sowieso beter, maar ja. Want jij zegt van iedere keer in het water vallen, hè? Ja, dat komt daarna. Oké. Okay. Nou. Dan neem ik toch geen andere route, dan is toch de route hetzelfde, maar... Ik kan lanterfanten tussendoor. Ja, alleen ik ben heel erg benieuwd waar jij die medals hebt gepakt. Oh, laag in de prullenbak. Nice. Ja, sorry, als ze er liggen, haal ik ze eruit. Waarom ook niet, hè? Waarom ook niet? Ik vind het wel op zich oneerlijk als je erover nadenkt. Het is 2 tegen 3, hè? Dat het zo is, ja. Van jou, oké, je hebt de derde kapot. Nee, sorry, maar je hebt toch verloren omdat jij 2 hebt. Ja, maar ik heb er al 2. Ja. Beetje oneerlijk. Je start al met de handicap. Yep. Nou, ik heb toch gewonnen. Gewonnen. Maar ja, ik heb niks nuttigs gekregen. Ik moet tegen de rubber bro. Okay. De rubber robo? Oké. Okay. Heeft hij weer een slang? Nee, deze heeft... een of andere bat. Die op een gegeven moment heel veel heeft. Oh. Een blauwe, of nee, paarse bed is het. Ah. Ik had het niet erg gevonden, want ja, snake metal. Snake. Ik had het niet erg gevonden. Had ik tenminste eentje die helemaal past bij mijn ding. Oké, okay, metaphors. Kan ik hem hitten met een mooie anti-air? Nee, want hij ontwijkt de boel weer. Heel sad. Ja. Ja, maar geef me dan maar gewoon zoveel damage doet het en is het een nauwkeurigheid. Ja. Yeah. Maar dan kan ik ook nog gewoon zeggen van oké, prima. Ik kies er zelf voor dat ik het doe. Dat er een kans is om te missen, zeg maar. Ja. Net zoals Pokémon. Ja, maar dan weet ik ook gewoon van oké, wat doe ik? Doe ik een... Flamethrower of doe ik een Fireblast? Ja. Nou ja. Maar ja, dan ben ik ook minder salty wanneer het gaat om die dingen, want dan voelt het alsof ik nog iets doe. Ja? Hier? Ja, nee. Ja, sorry, je hebt gemist. Ja, maar wacht even. Iets klopt hier niet aan. Oh, kan die ook al ontwijken? Wat een onzin. Milan, ze kunnen alles ontwijken. Dat is het hele probleem nu. Als ze dingen niet konden ontwijken, was de game een stuk makkelijker geweest. Yep. Ja, ze kunnen die missiles van Merabi niet ontwijken, maar die heb je maar 4 keer, zeg maar. Dus na 4 keer, dan kan je die niet meer doen. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik heb soms vergelijkbaar iets op een van mijn dingen, maar die kunnen ze alsnog ontwijken. Ja, die missiles van Merabi kan die niet ontwijken. Dan is het weer iets unieks van Metabi. Ja, nou, de anderen hebben die missiles ook, alleen die ben ik nog niet. Die komen later in de game pas. Je hebt ook op een gegeven moment Metabots die kunnen de aanval destroy. En die hit altijd en dan gaat altijd één part helemaal kapot. Ja, die breakding. Nee, die heet echt gewoon destroy. Ja, misschien een geüpgrade versie van break. Ja. Ontwijken. Hij ontwijkt. Oké, kom op. Ik wil nog 1 hit, want dan heb ik hem neer.
En heb ik mijn tweede rubber robo heb ik klaar. En dan stort ik waarschijnlijk het water in. Ja. Oké, okay, kom op, laatste hit, raak, raak, raak. Mooi. Dat was raak. Nou, dat is weer een rubber robo. Nou. Nee, natuurlijk krijg ik weer niks van die freaking slang. En toen stort ik de nader. Nou. Heel zaad. Dan ga ik maar met de rivier mee. Dan ben je nu weer niet zo heel ver van mij vandaan, hoor. Oh. Voor mijn gevoel ben je hier al heel lang geweest. Dat klopt, maar ik ben heel vaak opnieuw gemoeten. Ah. Game over, Ikki is dood. Oh. Hè? Nee, Ikki is niet dood. Ik wil even heel eerlijk zijn van hij zou verdrinken, is hij dood. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, wat gaan we nou doen? Wat gaan we doen? Godverdomme. Even kijken. Metabots. Nee, kan ik deze. Tuurlijk! Oh, dan verlies ik hem straks als de tijd op is. Of deze bitch ontwijkt gewoon een keer niet. Nee, ze ontwijken altijd. Even weer 7. Ik doe jouw tactic van ik zet hem op auto en dan. Ja, nou werkt het? Hij wel, nee, helaas. De tijd is op, heb ik wel gewonnen? Nee, natuurlijk niet. Spijtig. Zeer spijtig. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering doen? Dan heb je mogen. Dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.